Deze beschouwing. die gaat over. Eh, filosofie en taal en vraagstukken. En dan nummer drie. En die andere twee, die waren. meer zo. dwalend, variërend. En deze heeft een duidelijk onderwerp. Ik ga dieper in op. Eén specifiek onderwerp, en dat is het bewijs wat Immanuel Kant heeft geleverd om een, een einde te maken aan de almachtigheid van het weten en daarmee ruimte te scheppen voor het geloof. Dit heeft hij gedaan in zijn hoofdwerk. En dat werk heet De Kritiek der Reinen Vernunft. Of die Kritiek? Het werk wordt overal afgekort als K.D.R.V. K.D.R.V. Kritiek der Reinen Vernunft. Kritiek of Pure Reason. Of op zijn Nederlands de kritiek van de zuivere reden. Ik kan ook zeggen het zuivere vers, verstand. Eigenlijk. Nou, als je het complete beeld wil, en ik wil dat jullie dit begrijpen, namelijk, want dit is niet niks wat hier gebeurd is in de geschiedenis van de mensheid. Een heel belangrijk moment geweest in ons denken. En het wordt op scholen niet onderwezen. Dat is een schande. En die schande, het feit dat het niet onderwezen wordt, komt omdat ons onderwijs door de katholieke kerk en dan met name door de orde van de Jezuïeten. Geregeld wordt en in banen geleid wordt en uh, nee, dit hoeven jullie niet te weten en uh, nee, uh, nee, uh, loop maar even door, hier is niks aan de hand, je kent het wel. Dat gebeurt met ons onderwijs, dat gebeurt met de media, dat gebeurt met alles. Het, en dan zou ik even zeggen, periode zit je weer te zeuren over de katholieke kerk. Ja, inderdaad. En ik ben helaas uh, heel erg alleen. <laughs> Ik ben de enige die zeurt over de katholieke kerk. Hier in mijn omgeving dan. Ja, er zijn wel wat meer mensen die de zeuren er ook over, maar. Nou, ja. Nou, dat, dat heeft niks om het lijf. Maar goed, hoe, hoe zit het nou in elkaar? Kijk. Het werk De Kritiek terrein en Vernoemd, Dat werd gepubliceerd in 1781. En dan pak ik even Wiki erbij. Ik heb Wiki er al bij gehad hoor. Niet dat je denkt dat ik het helemaal onvoorbereid doe. Maar nu denk ik in een of andere van kom, ik pak hem er even bij. En dan pak ik de periode van verlichting. Wat verstaan ze nou officieel? Verlichting Wiki verlichting, doe ik maar nou even. De Age of Enlightenment. Dat is de Engelse kreten. En dat is dan een, een, ja, de 18e eeuw. Dat word ik wel genoemd. De 18e eeuw heet ook wel de eeuw van de filosofie. Precies. Ja. Nou, dat is precies wat ik bedoel. Ja. Want het werk, De Kritiek der Rijn en Vernoomf, dat is gepubliceerd in 1781. Ja. Maar goed, dan kijk ik hier naar wiki... Ja. En wat zeggen ze dan over uh, die eeuw van de filosofie? Nou, dan hebben ze het over de Franse Revolutie en uh, ze hebben iets over Newton, principia mathematica. Wat oh. leuk, maar nog geen kant hè? Geen kant, ja, maar geen kant. Nee, dit raakt geen Kant. Laat staan dat het raakt een wal. Oh, we gaan even kijken. Nou, wacht ik weer zo. De hoofdfiguren van de verlichting uh, bevatten Slaan, Beccaria. Die man ken ik niet. Baruch Spinoza, ja, die ken ik wel. Diderot, die ken ik alleen van naam. Kant wordt genoemd. Ge, ge, genoemd. Dan komt de Rousseau, Adam Smith en dan, dan hebben ze het over de Europese heersers van die dagen, maar die vind ik niet zo interessant persoonlijk. Hè? En in dat lijstje van, nou goed, Kant staat er dan wel bij, oké. Okay. Maar wat mij betreft is Kant de hoofdfiguur. Hoor. Dat na dit uur, dit gaat een uurtje duren, zal je dit wel begrijpen? Waarom het voor mij uh, de hoofddingens is. Even kijken. Dan gaat hier... Oh, dat wordt Descartes. Ik ga even verder naar de wiki kijken. Descartes pakken ze erbij. Locke pakken ze erbij. Dat klopt allemaal. Hume. En dan komt Israël erbij. En dan krijgen we Locke en Wolf. Dat klopt allemaal nog. Spinoza. En hier zien we, ja, dan krijgen we wel een plaatje van Kant, maar niet zijn verhaal. Heel dat flauw. Maar dat dacht ik al hoor. Er, er wordt echt heel erg stil over gedaan. En zodanig, aan het eind van dit uur, weten jullie precies waar het over gaat. Oh, hier staat toch iets hoor. Um, Even kijken. Immanuel Kant van 1724 tot en met 1804. Try to reconcile rationalism and religious belief. Individual freedom and political authority, as well as map out a view of the public sphere through private and public reason. Hmm. Deze terminologie, hier klopt geen rol van. By the way. Dus laten we dit even tezijden. Dit is niet zoals ik het geleerd heb. Hij wordt het wel even genoemd, maar niet wat die man gedaan heeft. Er staat niet eens de titel van het werk. Kritiek der reine vernoemd. En zo dadelijk weten jullie wel waar het over gaat. Het is dan maar de vraag of ik het in een uur ga redden. Maar laat ik dan deze tijd die ik nu heb even gebruiken aan het tijdsbeeld. waar Europa zich bevond en waar de mensheid zich bevond. Kijk, onze historie. Die is begonnen ongeveer 3000 jaar voor onze jaartelling. En de historie staat gelijk aan de geschreven geschiedenis. Wij hebben namelijk pas vanaf dat moment geschreven geschriften. Dan moet je denken aan uh, de Bijbel. Die is ongeveer zo oud. ik ga Even voor de zekerheid erbij pakken. Dus de, um, kijken age, een Bijbel. Geinig, hè? Dat. Als je alles tegenwoordig. daar kan je via het internet vinden. Daarnaast staat dan hier. pak ik me even gewoon erbij, hoor. Dat. Hier wordt gezegd dat het de Bijbel dan nou, begonnen. De eerste werken zijn van zeg maar, ongeveer de eerste, het eerste millennium voor onze jaartelling. Dus nog geen duizend jaar voor onze jaartelling. Grofweg hoor. Even kijken of we nog wat meer kan vinden. Kijk, hier staat Het boek van Job. Dat is dan 400 jaar voor Mozes geschreven. How old is the Bible? Nou, het oudste wat nou, het oudste wat ze hebben, is 2700 jaar oud. Dus dat is een 700 jaar voor onze jaartelling. Ja. De, de geschiedenis begint ongeveer 3000 jaar voor onze jaartelling. En die geschriften, dat zijn met name handelsdocumenten. En die waren opgesteld in spijkerschrift. En de Engelse term is cuneiform. Nou, dat spijkerschrift, het werkte als volgt: Piet had een ezel en Karel wilde die hebben. En dan zei Piet: van, Nou, dan mag je van mij die ezel hebben, maar dan wil ik wel dat jij kenbaar maakt dat ik jou die ezel heb gegeven. En dat werd dan bevestigd, bestempeld, door de transactie te laten opschrijven door een schrijver in zo'n tablet. En dan werd het gebakken, die klei. En dan kon je het dus niet meer veranderen. Dan had je een transactie. Dus wat je nu ook hebt op de bank, hè? dan doe je een overschrijving. En, en dan vul je van alles in. Hè? Rekening dan met begunstigde, lalalala, betaling, factuur, huppeltje pup. Zoveel euro. En dan doe je enter. En dan is het eens gegeven, blijft gegeven. En dan hebben wij dat nu, dat systeem, dat het opgeteld wordt bij de rekening van die ander. En in Babylon hadden ze dat dus allemaal niet. Dat is trouwens waar het over gaat. Hè? Dat spijkerschrift komt in Babylon. Dat hele, die hele regio. Wat we nu Irak noemen. En zo'n kleitablet gebakken en wel, dat was dan officieel, dat was geld waard. Het gold als geld, want dat, dat was dan ooit begonnen met dat iemand een ezel. Aan een, nou, iemand had een ezel grootgebracht. En een ezel, dat is een, een toegevoegd waardemiddel, want een ezel kan je, nou, die, die kan je laten sjouwen. Hè? Maar je hebt niet zomaar een ezel. Dat begint met een klein ezeltje. Dan moet je dan eerst een beetje melk geven. En je kent het allemaal wel. En dan heb je uiteindelijk een grote volwassen ezel. En die kan goed sjouwen. En dat is geld waard. Maar daar begint onze historie. Wij weten het een en ander van Babylon. De Bijbel, by the way, ook. In de Bijbel wordt ook ruim gesproken over Babylon. Nou, daar begint onze historie. En uh, kijkende naar de religie van Babylon. dan zie je een grote overeenkomst tussen de religie van Babylon. en de religie van Egypte. Dat lijkt als twee druppels water op elkaar. Twee druppels water op elkaar. En als je dat een beetje grover pakt. het een beetje algemeen samenvat. en je kijkt dan naar de religie van Griekenland. Uh, zie je ook overeenkomsten. En dat zie je dan ook terug als je denkt aan het oude Rome. Voordat Rome christelijk werd, dan had Rome ook al een geloof. Sterker nog, veel. Beelden die nu toegeschreven worden aan bijbelse figuren, profeten, zeg het maar. Dat waren eigenlijk afbeeldingen van Romeinse opperwezens. Er is veel onderzoek naar gedaan. En, nou, ik weet het nu niet allemaal uit mijn hoofd, maar ga er maar vanuit. Geloof me, maar. Om even te kenschetsen hé, hoe het dus in elkaar zit. Dat is geloof vanuit een. Dat is een mengeling van kerk en staat. Daar komt het op neer. Dat was in Babylon al zo. Dus in Babylon, die laatste heerser, die heette Hammurabi. En die had dus een priesterklasse. Maar die had ook een soldatenklasse. En die had een belastingambtenaar innerklasse. En, ja, en, en zo leefde die man. En zijn. Uh, ja, zijn seksslavinnen. Ja, je kent het wel. Dus de staat en de kerk, dat was één groot geheel. Nou, een recept om zeg maar, de angst die je het volk op wil leggen, die, ja, die stuur je vanuit die priesters. En je forceert je macht met, uh, met je soldaten. En waarbij soldaten dingen deden die wij momenteel laten doen door incassobureaus en de politie en dat soort dingen. Ja. Maar toen had uh, ja, dus ja, je alleen maar soldaten, meer niet. En eenheid van kerk en staat, daar komt het om neer aan. Nou, en toen in het begin van onze jaartelling dat christendom ontstond. nadat onze Heer aan het kruis was heengegaan. Nou, weer opgestaan en toen weer alsnog uh, weggegaan. Toen kwam er in Jeruzalem dat, dat die beweging op. En die beweging die verspreidde zich naar het westen toe. Dus niet naar het oosten, nee, naar het westen. Dat is niet toevallig. Niks is toevallig. Niet op deze schaal. <laughs> ja, er is misschien wel ergens iets ten oosten van Jeruzalem ook een christelijke gemeenschap geweest. Maar dat zijn het kleine bewegingen. Maar in het algemeen, de grote beweging was naar het westen toe. En dat was niet omdat er ten oosten van Jeruzalem geen mensen woonden. Helemaal niet. Dat had er niks mee te maken. Het heeft te maken met het Westen. Dus naar het Westen toe verspreidde het christendom zich. En in eerste instantie stond het christendom op gespannen voet met de Romeinse overheersing. En later heeft. De Romeinse overheersing besloten dat ze het christendom niet langer gingen bestrijden. Maar ze namen het principe over van, wat we later zouden kennen in het Engelse dogma: If you can't beat them, join them. Of zoals Lenin heeft gezegd, ik dacht dat het Lenin was, de beste manier om om te gaan met de oppositie is om er leiding aan te geven. Je moet gewoon de leiding van de oppositie overnemen. En dat is precies wat de Romeinse kerk heeft gedaan. Of de Romeinse overheersers hebben gedaan. Die hebben het christendom leiding, ze zijn het leiding gaan geven. van Oké, okay, wij regelen dat christendom wel even en dan maken we het een staatsgeloof. Dat was helemaal de bedoeling van die christenen niet. Maar dat is wel gebeurd. Dat is op zich weer een verhaal op zichzelf. Hmm. En toen de Romeinse overheerser dat christendom had overgenomen, en dat was aan het begin van de Romeinse katholieke kerk, en plotseling zo is het woord katholiek ontstaan, dat betekent universeel. De universele kerk was er. Toen hebben ze de oorspronkelijke christelijke genootschappen die, die helemaal niet van plan waren om zich aan te sluiten bij dat universele gebeuren. Omdat ze daar de noodzaak niet van inzagen. Maar nou, die hebben ze uitgeroeid. Letterlijk. Hè? Om genocide gepleegd. En Ambrosian hebben ze ook nog de gnostici uh, een kopje kleiner gemaakt. Die hadden ook geen zin om mee te doen. En toen begon de grote onderdrukking van het volk in Europa door de katholieke kerk. En de Bijbel die verdween in het donker. En die werd verspreid in Europa, uitsluitend geschreven in Latijn. Een taal die geen hond kende. En uit de Bijbel werd voorgelezen in het Latijn ook nog een keer. Een vervelende overheersing was dat. Nou, daaraan kwam een einde. Er kwam een hoop gemorrel met mensen als Tyndale en Wycliffe en Jan Hus. Of eerst Jan Hus en dan Tyndale en Wycliffe. En in Duitsland Maarten Luther. En ontstond er een, een reformatie, een hergroepering. in Europa van de bijbelgelovende mensen. die plotseling hun eigen Bijbel mochten gaan lezen. in hun eigen taal. Dat was 1517, dat die opstand tegen de katholieke kerk echt doorbrak. Die was er, uh, met Jan Hus al begonnen. Dus in de 1517 is het begin van de 16e eeuw. In de, in de eeuw daarvoor, de 15e eeuw, had je in Tsjechië Jan Hus. Jan Gans. Hus op zijn Tsjechisch is Gans. Dan heb je Jan Hus en in zijn dagen werd al... of dat heeft hij gezegd of zo, ik ben maar Jan de Gans... Maar pas maar op, na mij komt uh, Henk de Zwaan, <laughs> dan ga je het merken. En dan wordt wel gezegd dat Luther de Zwaan is, hè? die in de dagen van Jan Hus werd voorspeld. Jan Hus hebben ze vermoord, hè? de katholieken. Dus als er mensen zijn die dan zich afvragen van, goh, hoe komen die katholieken toch aan, aan zo'n slechte naam? Nou, dat komt vanwege wat ze hebben uitgevroten. Dus het is niet in naam alleen dat die katholieken zo'n slechte naam hebben. Nee, ze hebben daadwerkelijk hele stoute dingen gedaan. Hele vervelende dingen. En ze zeggen geen sorry, dat hebben ze nooit gedaan. Dat hoort niet bij hun ding. Nou, dan kwam die Reformatie op gang in het begin van de 16e eeuw. En toen kwam de 17e eeuw. En in de 17e eeuw gebeurde er iets heel belangrijks. Dat in het begin van de 17e eeuw, te weten in 1611. kwam er de Engelse versie van de Bijbel op de markt. Het kostte een godsvermogen dat boek in die dagen. Maar je kon het kopen. En dat was de King James Bijbel. Tegenwoordig koop je die tekst. Voor 8,95 euro hier om de hoek. Kan je nagaan. Ik moet zo dadelijk nog even naar die boekhandel toe. Dan, uh, heb ik beloofd aan iemand om even wat na te vragen. Of ik kan even bellen, kan ook. Maar toen in 1611 kwam die King James Bijbel... En dik twintig jaar daarna kwam er in Nederland een Nederlandstalige versie. En die heet de Statenvertaling. Wat mij betreft zijn dit de twee Bijbels. Los van de oorspronkelijke Hebreeuwse teksten en Griekse teksten. En trouwens, de Hebreeuwse teksten, daar zit ook het Aramees tussen. Want Hebreeuws en Aramees dat ligt heel dicht bij elkaar. Maar het merendeel van het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven. En ja, het Nieuwe Testament is geheel in het Grieks geschreven. En de hele boel is uh, vertaald in het Engels. Overgezet, of <laughs> Ubergezet, zeggen de Duitsers dan. In het Engels in 1611. En de koning van Engeland, die heette toen King James. Dus vandaar dat het de King James heet. King James heeft erop toegezien. Die heeft het aangeslingerd. Die heeft gezorgd voor het geld. En... Dat was een ongelooflijk grote operatie, by the way. Daar zijn tientallen mensen bij betrokken geweest. En het heeft jaren gekost. Nou, zoiets hebben ze in Nederland ook gedaan. Maar toen hadden ze die Engelstalige versie al, vanuit, uh, door King James, uh, Koning Jacobus. Hier heb ik een Statenvertaling in huis. Nou, dan zijn we inmiddels aanbeland in de 17e eeuw. Dan komt aan het einde van de 17e eeuw krijg je Isaac Newton met zijn Principia Mathematica. En dat veroorzaakte uh, nou, een soort schokgolf kwamen er begrippen als het determinisme. Dus dingen waren bepaald. Zaken als aantrekkingskracht. Als je, uh, Newton had dat dus, on, of ontdekt, hij had het, geformuleerd, hoe dat in elkaar zat. En het wiskundige, de wiskundige achtergrond van een zwaartekrachtveld op papier gezet, letterlijk... En wij kennen dat nu nog en we noemen dat differentiaal rekening. Geen eenvoudige wiskunde, by the way. En ik kan het weten, want ik heb daar een aantal colleges in gevolgd. om te beslissen dat ik het te ingewikkeld vond om het nog leuk te vinden. <laughs> ja, het was niet helemaal mijn ding. Het was ook niet verplicht hoor. Ik heb het gedaan in mijn ene vakantietijd. Het viel buiten mijn vakkenpakket, maar je mocht extra uh, ja, zomercolleges volgen als je dat wilde. En zo zat ik dus in de klas. Ik heb er een aantal uh, lessen in gehad in differentiaalrekening rekening en toen vond ik het leuk geweest. Ah, je paraplu. Erg ingewikkeld. Nou, met die determinatie... Leren. Nou, dat dingen dus gedetermineerd zijn. kwam dus het verleidelijke idee. dat alles gedetermineerd is. als je de formules maar kent. En dat heeft geleid tot een stroming. Nu heb ik het over de 17e eeuw. 16e eeuw, 17e eeuw. Ja, wacht even. 17e eeuw, 18e eeuw. Dus opvolgend van Newton. Heeft geleid tot een stroming. die met name dominant was. bij de Britse eilanden. Met namen zoals John Locke, David Hume, en Bishop Barkley. Dat was een katholiek dus, hè? Berkeley. Ik zal hem even bijvangen. Berkeley. Oh, fout. Berkeley. Philosophy. Even kijken wat hij was, hè? Oh, George Berkeley. Hij was. Um, de bishop, Hij was een bisschop. Hij was een Ier, by the way. Ik had gedacht dat het God was, maar dat is het niet zo. Hij is een Ier. Ah, die deden fijne mee. Dat is het empirisme. En het empirisme zegt dat alles wat te maken heeft met waarheid. Eh, dient gefundeerd te zijn in de empirie, in de waarneming. Dus je hebt iets gezien, je doet een experiment uh, en dat is bepalend en meer niet. En dan zal je zeggen van, goh, ja, waarom is dat zo belangrijk, want dat is toch vrij logisch. Ja, het punt is dat in het continent, het vasteland van Europa, daar had je de continentale filosofie en dat wordt ook wel genoemd het rationalisme. Die jongens gingen uit zonder meer van een, een goddelijke aanwezigheid. Allemaal. Dan heb je het over die namen die daarbij horen. Dat is Baruch Spinoza, René Descartes. Um, Dan heb je Wolf, dat is nog een Duitser. En mis ik er nou nog één? Je hebt Spinoza. Descartes. Oh, Leibniz. Dat was ik bijna vergeten. Dat zijn mensen, filosofen, en die, ja, die namen aan dat er zoiets was als een, ja, een soort hemel met, ja, waarin de ideeën waren zoals hier in de materiële wereld er koeien en mensen zijn. En dat aangenomen hebbende, gingen ze ervan uit dat je dus allerlei relaties had tussen het geestelijke en het materiële. En daar hielden ze zich dan mee bezig. Het zwakke aan dat rationalisme is. Dat men er maar even van uitgaat um, dat het al zo is. Het is dus zo dat er een geestelijke wereld is en een materiële wereld. En dan gaan we lopen droomfilosoferen over wat die eigenschappen zijn. Van, nou, van wat de materiële wereld is, dat weet je dan. Maar wat die geestelijke wereld dan is of zou moeten zijn. om een beetje geestelijk goed te passen bij het materiële geheel. En niet dat alles van het rationalisme zo belachelijk is. Dus. Maar het heeft een zwakte. En het is precies die zwakte van het, van het rationalisme... wat dus uitgaat van een geestelijke wereld of een god of een whatever... die aangegrepen werd door de empiristen om te zeggen... wat een onzin. Je moet uitgaan van het experiment, van de feiten zoals ze zijn... en uh, dat is het. En die twee stromingen die kwamen per definitie niet tot elkaar. Dus het leek er even op dat de mensheid verder zou moeten met twee stromingen in de filosofie, namelijk uh, een stroming die uitgaat van een goddelijke almachtigheid, van geesteswereld, en een stroming die dat absoluut niet deed, die dat afwees. Nou, en toen kwam Kant. En dan moet je weten dat uh, de katholieke kerk in die dagen... ...ja, die deed dus mee met die empiristen. <laughs> Berkeley was een bisschop. Dat is apart, hè? Die stond dus niet aan de kant van die rationalisten. Dat kan je je ook wel iets bij voorstellen, omdat... Die rationalisten niet deden aan een God van de Katholieken, van God van de Bijbel of een God van wat dan ook. Nee, die hadden hun eigen idee over de Geesteswereld. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hè? Niet als je een eenheid wil van kerk en staat en dat jij degene bent die bepaalt wie de moederkerk is en wie dus absoluut gelijk heeft als het gaat om kerkelijke vraagstukken, religieuze vraagstukken. Namelijk de kerk van Rome. En niet een of andere flapdrol die zichzelf Leibniz noemt. Dus zo had eigenlijk de katholieke kerk kant gekozen voor die empiristen. Dat kan je nog wel zeggen. En er was een enorm schisma. En dat is de katholieke kerk natuurlijk ook prima genoeg. Als men maar ruzie heeft. Dan kan de katholieke kerk lekker haar werk doorgaan uh, voeren. En hoe zat het nou met die katholieke kerk? Heb ik hier even een pagina bij gehaald en het heet Antikatholicisme. Een, een paginaatje. Nou, daar heeft. De termen antikatholicisme en antipapisme. Worden gebruikt voor een gevoel van afkeer van de Katholieke Kerk en een beweging die op dat gevoel <laughs> gebaseerd is. <laughs> dat je op de Wikipedia... Ja. Dat is toch iets... Uh, dat ik zou kunnen zeggen van... Uh, antifascisme. En uh, antifascisme is een term... die wordt gebruikt voor een gevoel... van afkeer... van de jodenvervolging... en een beweging die op dat gevoel... gebaseerd is. <laughs> Sorry, ik had het wat te horen met te moeten voorbereiden. <laughs> oh, 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 oh. Ja, deze pagina die is geredigeerd. Hier heeft een Jezuswiet uh, aan zitten rommelen. Dit is wat ik bedoel. Uh. Antikatholicisme heeft niks te maken met gevoel... behalve dat het heel erg pijnlijk was als je belandt op een brandstapel. Dat geeft een gevoel van oud, namelijk... En als het je moeder is die uh, verbrand wordt, het doet het bij jou ook erg hou. Dus ik kan wel zeggen dat dat gevoelens en emoties zijn, maar uh, die zijn wel gebaseerd op echt leed. Snap je? En zo is wat er in de Tweede Wereldoorlog uh, de Joodse bevolking is aangedaan. Uh, dat, ja, dat heeft, ja, noem het maar, gevoelens opgewekt van afkeer. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat, dat het daarmee alleen maar gevoel is. Dus uh, anti-katholicisme en anti-papisme zijn bewegingen van afkeer van de katholieke kerk. Het gaat om het afkeer van de katholieke kerk en de beweging daarvan. Dus de naam van die beweging en het gevoel, ja laat het maar lekker daarbuiten. Als je iemand een klap voor zijn bek geeft, dan heeft hij een gevoel van pijn. En dat wil niet zeggen dat hij uit zijn gevoel dan oud roept. Nee, hij ja, zegt au omdat hij inderdaad iets voelt. Nou, hij, 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 ik ga het niet verder over uitweiden. Maar dan heb je dat anti-katholicisme. En dat anti-katholicisme. stond hier even, moet ik even scrollen. Dit heb ik, ik heb het er wel voorbereid hoor. in die openingszin had ik nog niet zo goed uh, gelezen. Kijken, de katholicisme. Even kijken. In, dus na 1648, dus 10 jaar na de komst van de Statenvertaling, werd in de gehele Republiek der Verenigde Nederlanden de katholieke eredienst verboden. Even terug in de tijd, weer naar de 17e eeuw dus hè. En de katholieken moesten hun kerken afstaan en kwamen niet meer in aanmerking voor de meeste ambten. Dus ze mochten ook niet meer overheidsfuncties bekleden. Maar ze werden niet verdreven en missen in schuilkerken werden gedoogd. En dan komt hij in 1795, dat is dus 14 jaar na de publicatie van de kritiek der ruine vernoemd, kregen de katholieken gelijke rechten. En ja, dat, vanaf dat moment, en dan, dan krijg je dus het einde van de 18e eeuw, dan komt dus de 19e eeuw. Dan hebben de katholieken zich steeds meer ruimte gecreëerd in Nederland. Maar ook in Amerika. Want in Amerika had je ongeveer hetzelfde verhaal. Dus in Amerika was ooit, toen die eerste koloniën daar kwamen. ...was het katholicisme verboden... ...in zes van de zeven staten. Je had één staat en die heette... ...Maria Land ...Maryland... ...Virginia, he, Maagden... ...Maagdenland... ...Virgin, is de Maagden. Nou daar dan wel... ...daar mocht je wel katholiek zijn... ...maar in die andere staten niet. Dus je mocht er dus inderdaad ook... ...geen katholieke erediensten houden... ...en je mocht... Ook geen overheidstaak bekleden. Daar zit wel wat in, hoor. Dat je dat als natie ook afspreekt. Omdat iemand die katholiek is. Die heeft de paus als baas. Als, als papa. Dus een katholiek. Als hij deel gaat nemen aan het politieke leven. Ja, zijn politiek leider is de paus. Ja, wil je die wel? In je politieke systeem. Want dan heb je dus een, iemand in je politieke systeem. die er zijn best voor zal doen. om de paus de baas te laten zijn. in de regio waarin hij, die katholiek, actief is. En wil je dat wel? Ja? Maar ik niet. Ja? Nou, nu heb ik zo'n beetje het tijdsbeeld uh, geschetst. van hoe het dan ongeveer in elkaar zit. en dat we dus aan het einde van de 18e eeuw. Uh, die katholieken weer uh, lekker terug aan het komen zijn. En de verlichting was al volop bezig. Dus je kan ook zeggen dat die verlichting die er kwam... waarbij mensen zelf aan de slag gingen met wat ze nou eigenlijk aan filosofie... aan seinsleer en alles uh, wat ze konden verzinnen... en de inhoud van de Bijbel, ja, die was niet echt bekend. In 1611 kwam pas de King James. En voor die tijd was er alleen die Latijnse meuk die geen hond kon lezen... En de statenvertaling kwam dan in uh, 1637. Nou, en het gefilosofeer van Leibniz, en van Descartes, en van uh, Spinoza. Daar zitten best aardige werken tussen. En ook het werk van Locke. John Locke is de man van de uh, Social Contract. Waarin hij stelde: het is bijna gelijk aan Confucius: van de, de, het mag, het mag, er, er is geen enkel probleem met een heersende klasse. Met iemand die toezicht houdt uh, en ja, in zekere zin de baas is. Het moet wel zo zijn dat het bestaan in een regio. Dat dat een sociaal gebeuren. En dat, dat er dus een, een social contract is. Dat het volk werkt en krijgt daar wel wat redelijk voor terug. Dus geen slavernij AUB. Een contract is een overeenkomst. Een overeenkomst die door twee kanten getekend wordt. En dan kan je dus inderdaad een social contract aangaan en. Er nou, is best veel voor te zeggen. Dat was John Locke, zijn, zijn staatsleer, zijn politieke filosofie. En David Hume, daar weet ik niet veel van. En Berkeley, Berkeley, Berkeley dat is die bischop, daar denk ik, nou, ik denk dat die man helemaal niks heeft opgeschreven. Maar dat komt omdat ik een vooringenomenheid heb naar katholieke schrijvers, toe. ik. Nooit heb betrapt op uh, echt. Uh, jeetje, wat leuk. Huh? Dan heb ik het allemaal wel eens een beetje, denk ik, op een rijtje gezet. Kijk ik even naar hoe lang ik bezig ben. Oh, ik zit al op bijna drie kwartier. Nee, dan kan ik nu niet beginnen. Daar was ik al bang voor. Dan kan ik nu niet beginnen aan. hoe kant dan hierin is gaan handelen. Ik kan je wel zeggen dat David Hume, die heeft uh, ook zijn hoofdwerk, dat wist hij toen natuurlijk nog niet, maar uh, dat werd uiteindelijk wordt dat gezien als zijn hoofdwerk. En het heet The Treaties. Ik zal hem er even bij pakken: David Hume. Treaties. Treaties of Human Nature. Oh, dat kan je volop kopen, by the way. Kan een interessant boek zijn, als je dat leuk vindt, hoor. Als je geïnteresseerd bent in geschiedenis en dat soort dingen. En het kost geen drol, zie ik hier. Je koopt het bij bol.com voor 16 euro. Nou, dat is geen geld. En ik denk dat je hem voor dat bedrag krijg je hem gratis thuisgestuurd. En het past door de brievenbus, mag ik aannemen. Ik weet niet of... Dit het werk was wat Kant in het verkeerde keelgat schoot. Maar het is wel het belangrijkste werk van David Hume. Maar het kan de treaties geweest zijn, dat weet ik dan even niet. Maar David Hume was een empirist en. <laughs> Nou moet je weten, het is best wel leuk als je erover Ja, Het is allemaal gebeurd toch? De geschiedenis is best wel grappig. Kom op. Uh, die empiristen die ontkenden dus ieder goddelijk gebeuren. Huh? Dat was hun ding. Ja, het gedoe met God en de geesteswereld en bla, bla bla bla. Dat zijn die idioten van het vasteland. En wij hier uh, bij de verstandige mensen, uh, wij doen daar niet aan. Wij beperken ons tot de waarneming, tot de empirie. Dat betekent letterlijk waarneming. De empirische wetenschap. Alles wat je ziet, daar kan je het over hebben. En voor de rest moet je echt ophouden. Maar dan heb je het probleem van de natuurwetten. En waar komen die wetten dan vandaan? Dat is een lastige. Ook voor de empirist. Want. Ja, de natuurwetten, die heb je dan één keer waargenomen, maar die waren er al voordat je ze waarnam. Voel je hem nog? Ja, filosofie gaat heel zuiver op, de, op het woord, hè? Dat houdt ook in dat er dus natuurwetten kunnen zijn die jij nog niet kent. Dat is allemaal erg lastig. En waar komen die natuurwetten dan vandaan? En David Hume had daar een hele elegante oplossing voor. En die zei: van kijk, natuurwetten. dat zijn uh, gewoontes van de materie op een bepaald moment. Geniaal. En daarmee had hij die hele aanval. Want dat, nou, natuurlijk, op het moment dat een, een empirist gaat accepteren dat er zoiets is als een natuurwet. Dan accepteert hij dus iets wat niet materieel is. Wat buiten de materie is. Waar de materie zich aan onderwerpt. En Jung zei, nou, helemaal niet zo. En letterlijk zei hij van, ja, neem dat uh, biljarten. Of poelen, of wat ook. Maar je bent met die balletjes, zo'n stok. dat je tok, Een keu, moet je zeggen. Met een keu. Je, en dan gaat zo die ene bal tegen die andere bal. En dan, uh, dan, gaat, uh, nou, dan kan je dun raken, dik raken. Dan kan je... Uh, doorstoten, trekken. En je kent die trucjes wel, als je nou ooit hebt gebiljard. En dan een biljarter die weet dan precies hoe die ballen zich gaan gedragen. En David Jones zegt, ja, kijk, het feit dat die, uh, dat die witte bal als je stil ligt... en die wordt geraakt door die rode bal, of andersom... Hè, en dan gaat die rode bal gaat naar rechts. Ja, dat is gewoon de gewoonte van die ballen. En je kan die gewoonte van die ballen, die kan je waarnemen... Dat was alles. En toen dacht Kant. Nou, zak mijn broek af. <laughs> en toen werd Kant wakker. Dat is wel grappig. Letterlijk heeft hij dat gezegd. Ze hebben toch dat woord, hè? Wakker worden. Dat was ook de, met die aanslagen van 11 september. Nee, wij worden wakker. Dat is zo'n website van. Uh, Marcel Messing. Een hele vage vent met het uh, hele mooie haar, wat ik niet heb. Dus je kan gewoon zeggen dat ik jaloers ben op Marcel Messing. Uh, uh. Also, wij worden wakker. Het, uh. En nu heb je ook die, dat begrip: hè, woken. Ik, ik ben woken. Ik ben echt helemaal wakker hoor. Maar Kant kwam er toen ook al mee. Dat is hij: toen ontwaakte ik uit mijn dogmatische sluier. Sluimer, sluimer. Dus ik was eigenlijk een beetje aan het zelf. Hij zei. is door die absoluut over de grens uitspraak van David Hume. van het zijn gewoon de gewoontes van biljartballen om zich zo te gedragen. En dat kan je inderdaad nog een keer doen. Ja, en die hebben die biljartballen nog steeds dezelfde gewoonte. Maar dat zegt niks over hoe biljartballen het over honderd jaar gaan doen. Hè? Want het is allemaal empirie. <laughs> Geniaal. Ik denk dat David Hume wel een gevoel voor humor gehad moet hebben. Toch? Je moet wel lef hebben om dat op te schrijven. Waar komt David Hume dan eigenlijk vandaan? Oh, Scot oh ja, ja, ja die, 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 die komt uit Schotland. Hij was de Schot en Borkley was de Ier. Ja, natuurlijk, ja. Die, dat boek is geschreven, Treatise of Human Nature, dat is geschreven in 1740, of gepubliceerd toen. En, en Hume zegt dan, dat, uh, hij zegt dat de, de lusten, passion of passies, uh, de hunkeringen, uh, die bepalen de mens veel meer dan de reden. Van de rationaliteit. Ja, ja ga er weg met rationaliteit. Man. Mensen willen wat, die hunkeren ergens naar... en dat gaan ze doen. Ja, dat is dan David Hume. En toen kwam Kant tot zijn... Ja, toen werd hij als het ware... Uh, wakker geschud. Door die over de... Uh, ja, hoe moet je zeggen... Over the hill, de heel, de down-the-border uitspraak van Hume over biljartballen. En toen ging Kant aan de slag. En Kant was in die dagen, dat is zijn hele leven geweest, was hij leraar metafysica en logica aan de Universiteit van Koningsbergen. En dat zijn ook precies de twee vakken die ik ontzettend leuk vond... bij de katholieke universiteit van Nijmegen. Ik ben geen professor of zo, alleen maar student geweest. Maar wel ook student-assistent. Dus ik heb lesgegeven in logica aan de katholieke universiteit. Niet van twee, drie jaar of zo. Wel complimentjes gekregen daar voor mijn manier van lesgeven. Nou, daar ben ik wel trots op. En goede cijfers gehaald... Voor logica heb ik uh, ja, een 8,5 gehad. Ik heb een 9 gehad. Ik heb, voor metafysica heb ik een 8 gehad. Ja, dat zijn toch wel behoorlijke cijfers. Hè? En daar heb ik, behalve die, ik zat er met name voor de logica en de taalfilosofie, wat een onderdeel is van logica. Dat, dat was de, mijn, mijn hoofdreden om daar naartoe te gaan. En de, de metafysica, dat, ja, dat heb ik daar ook moeten leren. Dat zit er gewoon allemaal in. Je, je krijgt zo'n kanon aangereikt en je moet gewoon alles doen. Dat vond ik ook niet erg. Maar zo heb ik kant uh, leren kennen. En in het bijzonder uh, was het zo dat ik had een onvoldoende gehaald voor het tentamen moderne filosofie. En dat ging onder andere over Kant, maar ook over Marx en... En ik heb op mijn tentamen een beetje al te vrolijk gedaan over Karl Marx. Terwijl ik in die dagen nog niet eens wist wat voor een ongelofelijke oetlul dat was. Maar ik zat alleen maar te kijken naar die tekst en ik dacht, ja, dit meen je niet. Serieus hoor. Want op het tentamen had ik, ja, we kregen een stuk tekst, iedereen dus... Van, uh, van Marx ook. En dat had ik nog nooit gelezen van Marx, maar wat daar stond, dat was apert onwaar. En ik dacht dus heel even met mijn, uh, ja, mijn, mijn, mijn kwetsbare kinderziel, ik was ook pas veertig, ik dacht heel even dat het de bedoeling was dat je dan als uh, leergerige student eventjes Karl Marx zou weerleggen in twintig minuten. Maar dat was dus de bedoeling niet. Je moest hem eren, ja wist ik veel. Nou, dat had ik van tevoren moeten zeggen. Geen kritiek op de volgende mensen. En dan ronde in het lijstje Karl Maarten, Dan weet ik van, nou, je mag geen kritiek hebben op die man. Dan, dan had ik het ook heel anders opgeschreven. Ik weet niet wat ik op had moeten schrijven. Want wat ik las, dat was een absolute onzin. Anyway, ik had hem onvoldoende. En niet zo'n kleintje ook. Ik had een 4. Dus ik naar die man toe. En, en tegen hem gezegd van, ja, ik ben hier niet zo blij mee. Ja, zei die man, kan me wel voorstellen. Ik zei, ja... Ik zei, wat gaan we daar nou aan doen? die man zei, wil je me omkopen of zo? En toen stelde ik voor, als je me nou een opdracht geeft. En als ik dat dan heel goed, als ik dan goed doe. En dan zal ik echt ontzettend mijn best op doen. Ja, en dan wil ik een magere zes. Een 5,5 wat mij betreft. Maar wel een voldoende. En toen zei die man, ja, dat, is, dat vind ik een goeie. daar ging niet mee akkoord. Dus toen kreeg ik een opdracht van hem. En dat was uh, het vertalen van het voorwoord bij de tweede editie van de kritiek der Rijn en Vernunft. Dus het grote werk van Kant. En daar zit een, bij de tweede editie zit daar een voorwoord bij. En dat is iets van acht pagina's of zo. En ik moest dat voorwoord vertalen en samenvatten. In de, ja, samenvatten en dat mocht in het Nederlands. Dus ik hoefde niet Duits te schrijven, gelukkig niet. Maar ik moest wel uitgaan van de Duitse tekst. En dat was niet makkelijk. Ik heb daar speciaal een Duits woordenboek voor gekocht. Want in die dagen, heb je het over, 1999 of zo... had je het nog niet uh, Translate.google. En trouwens, daar zou je denk ik ook niet genoeg aan hebben. Je hebt er echt wel een woordenboek bij nodig met wat... Toelichtingen en al die dingen erbij. Dat woordenboek heb ik trouwens nog. Duits, Nederlands. Alleen maar dat. En ik heb die samenvatting geschreven. en die man die was. Uh, ja, blij verrast. En ik zag aan zijn ogen. dat hij dat eigenlijk wel meer waard vond dan een zes. Maar de afspraak was een zes. Dat was het. Dat was afgesproken. Dus. Nou, ik kreeg mijn zes voor mijn tentamen. Uh, moderne filosofie. En ik kon verder. Dus je kan zeggen. Uh, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Want door die onvoldoende die ik kreeg. voor het tentamen. heb ik toen dus wel het voorwoord bij de kritiek. de reine vernoemt. helemaal moeten spellen. En. En in dat voorwoord staat, ja, er staat niet het bewijs zelf, dat heb ik in een apart vak geleerd. En daar ga ik dan volgende keer verder op in. Het heeft te maken met zijn analyticiteit van Kant. En dat wordt erg leuk. En dan ga ik, zal ik het beloven, ik, zal ik het niet meer hebben over de katholieke kerk en het hele tijdsbeeld en alles. Dan gaan we puur in op de taal en de logica. Maar in het voorwoord staat wel zijn hele ding waar het op neerkomt. En waar het op neerkomt is dat het weten van de mens. Dat heeft een grens. En dat, zegt, dat weten van de mens zegt niet alles over dat wat er is. Anders gezegd, het telbare en meetbare. Is het telbare en meetbare. En dat is dus niet alles. Het is daarmee beperkt. Dus de empirie is wat kan betreft almachtig en gaat alleen maar over dat wat je kan waarnemen. Daar zit hem het punt. En je kan niet beweren dat alles wat je kan waarnemen, dat dat alles is wat er is. En, en dan zou je zeggen: ja, maar dan hoef ik niet meer naar die uitzending van jou te luisteren, want nu heb je het al verklapt. Ja, het punt is: Kant heeft dit op een hele elegante, taalkundige, ongelooflijk doorwrochte wijze keihard gemaakt. Want zoals ik het net zei, ja, dat is weer te betwisten. Ja, dus alles als je zegt van alles wat je, je kan niet beweren dat alles wat je waarneemt, alles is wat er is, dat kan je betwisten door te zeggen van ja, op dit moment is alles wat je waarneemt nog niet alles wat, niet alles wat er is, maar morgen zijn er weer nieuwe waarnemingen en het wordt een. Hoe noem je dat? Een asymptoot. Dus langzaamaan stijgt onze kennis. en uiteindelijk zullen we alles weten. He? Dus op een willekeurig moment. is er altijd iets wat je nog niet weet. maar dat komt morgen wel. En zo kan je dus dat argument van mij net. weerleggen. Door te zeggen: van ja, Perry, je hebt gelijk. op dit moment kan je alleen maar uitspraken doen. over dat wat je kan waarnemen. En dan is er dus een deel wat je dus nog. nog niet weet. en kant zegt. Je kan alleen maar weten van het waarneembare. En er is een deel wat je niet weet. Morgen ook niet. En hoe dat in elkaar zit, dat hoor je dan volgende keer in deel 2. Spannend, hè. Nou, hartstikke tof dat jullie dit uitbeluisterd hebben. We zitten lekker aan het uurtje. Dat had ik ook beloofd. Ik heb je ongelooflijk veel verteld over de geschiedenis. Ik ben begonnen in de historie. Ik heb uitgelegd wat het verschil is tussen de historie en de prehistorie. Ik heb je verteld van die overheersing van de eenheid van kerk en staat. Hoe die, in, uh, hoe die Europa in zijn tang had. Hoe Maarten Luther, onder, hè, als belangrijke figuur, ons heeft vrijgemaakt tot op zekere hoogte van die katholieke kerk. En hoe in dat venster wat hij gecreëerd is, in die luwte als het ware de verlichting omhoog kwam. En er zitten ook ontzettende bobo's tussen. Ontzettende nono's, zoals Rousseau en, en die anderen. Heel, heel veel mensen waar je niks aan hebt, zeg maar. Maar er zat dus ook Kant zat er ook tussen. En die heeft toch van, dat, van die, die the window of opportunity, zeg maar... heeft Kant gebruik weten te maken met dat geweldige werk... De kritiek van het zuivere verstand. Een werk dat op de dag van vandaag staat als een huis. Hè? En niemand kent het. Hm? Op een, een malloot in Arnhem na. die in zijn Ikea bed zit. en zo heel tevreden loopt de mijmer over die leuke tijd in Nijmegen. <laughs> dat weet ik. Hè? Maar het is er wel. Nou, ik moet nu nog even met de boekhandel bellen. en dan, uh, dan ga ik verder met uh, het vervolg. Oké. Okay. Tjus. En dag lieverds.